Welkom, dames en heren, hier bij dit gesprek op Winternachten. Fijn om te zien dat u in zulke grote getalen hier aanwezig bent. Mijn naam is Naima Azoeg en net als velen van u zat ik vorig jaar aan de buis gekluisterd. Gefascineerd door de Yes We Can beweging in de Arabische wereld. Wat daar gebeurde was ongekend. Wie had kunnen denken, voorspellen dat een jaar later Saleh, Mubarak, Gaddafi, Ben Ali weg zouden zijn, in de krochten van de geschiedenis verdwenen zouden zijn. Ik niet in ieder geval. En op een of andere manier maakte die Arabische lente, in mij in ieder geval, misschien ook in velen van u, een soort onbestemd verlangen, een behoefte, een honger, wakker, die ik niet goed, altijd in ieder geval even goed onder woorden kan brengen. En die Hollandse lente, of die Nederlandse lente, is dat iets waar we naar verlangen, waar u ook naar verlangt? En wat zou die Nederlandse lente dan inhouden? Waar zouden we ons van willen bevrijden? Wat is het lonkende perspectief? Allemaal vragen waar wij het vandaag nu over gaan hebben met drie mensen die eigenlijk geen introductie behoeven, denk ik, maar ik zal het toch even doen. Nazmiye Oral, schrijfster en theatermaker. Tommy Wieringa, schrijver. En Kader Abdullah, ook een schrijver. En de eerste die ons zijn droom van de Hollandse lente zal tonen, is Kader Abdullah. Graag het woord voor Kader Abdullah. En goedenavond. Wat ik zeg hoort nog even niet bij mijn speech. Maar we hebben 5 minuten tijd om iets te vertellen. Okay? Maar in 5 minuten tijd zal ik een deel van mijn speech vertellen. De rest, als ik daar zit, zal ik verder vertellen. Okay? Dus mijn speech begint van nu. Dus niet van toen. Okay? 5 minuten. Ik heb geen droom. Droom van Kader Abdullah voor Nederland. Nou, dat heb ik niet. Maar ik wil het uitleggen. Toen ik net, of toen mijn eerste boek net gepubliceerd was, vroegen de journalisten mij, Kader Abdullah, welke invloed heeft Nederland op je gemaakt? Vooral op de eerste dagen of jaren van je verblijf. Maar ik had geen antwoord, maar ik vertelde altijd een paar anekdotes en dan ze vonden het leuk. Maar ik heb nooit, ik was in die tijd wist ik niet, maar nu pas na 22 jaar ben ik erachter gekomen. Wat voor soort invloeden heeft Nederland op mij gemaakt? Vooral op de eerste jaren van mijn verblijf. Ik zal het straks vertellen als ik daar zit. Oké. Okay. Maar eerst iets, want het gaat over de lente, Persische lente, Arabische lente. Een zeer oud Oosterse liefdesverhaal. Sheikh, een oud filosoof van middeleeuwen, was verliefd. Of wie? Op zijn geliefde. Oké? Okay? En in de Persische literatuur, Arabische literatuur, zijn altijd de echte liefde zijn verboden. Want je valt altijd op een verkeerde. Oké? Okay? Dus hij was verliefd op wie? Op zijn geliefde. En wat deed hij? Hij ging stiekem in de nacht een bezoek brengen bij zijn geliefde. Oké? Okay. En ik moet het snel vertellen. Oké? Okay? Ik heb nog 4,5 minuten tijd. En hij stond achter haar deur en wat deed hij? Ja, normaal gewoon op haar deur kloppen, gewoon zachtjes, want het was stiekem. Gewoon. En de vrouw achter de deur zei, wie is daar? En die man, net als een Nederlander, zei, het was middeleeuwen, zei, ik. Maar de deur werd niet geopend, hè? En de man nog een keer. En wie is daar? En zei, ik doe dit open. Maar de deur werd niet geopend. Nog een keer, de deur werd niet geopend. En de filosoof Sheikh keerde terug. Dacht, er is iets aan de hand. Na een tijdje kwam hij erachter. Hij keerde weer terug, nu afspraak. Okay? En hij, wie is daar? Vroeg de vrouw. En de Sheikh, de filosoof, zijn antwoord. Nog een keer. Wie is daar? En hij zei, jij.
En de deur werd geopend. Want als je verliefd bent, blijft er niets van je ik over. Je wordt verzadigd van je geliefde. Je wordt jij. En dus, het beste antwoord was, wie is dat? Of jij? Of wij? Samen tegelijk. Oké, waarom vertel ik dit? Ik kwam naar Nederland en ik wist niet wat de eerste indrukken van de Nederlandse samenleving op mij was. En ik had een buurvrouw. Eerste jaar. Ze was niet mooi, maar wel mooi. Maar goed, ze mag zelf weten. Maar ik had nooit een intentie of doel of droom om zelfs 10 centimeter dicht bij haar te komen. Nooit. Want ze was mijn type niet. Bovendien, ik was getrouwd. Oké, maar geen probleem. En waarom lach je dan? Oké. En zij leerde me iets grondigs. Ik weet niet waar het over ging. En opzij zei ze, en dat ben ik. Ik zei, wat leuk. En zij zei, dit is van mij. Gewoon zijn haar lichaam. Dit lichaam is van mij. En deze is ook van mij. Ik schrok. Het was een culturele aardbeving. Ik wist het niet. 22 jaar later kwam ik achter. Ik was in een ik. In een ik-samenleving terechtgekomen. Dat wist ik niet. Het duurde 22 jaar lang tot ik erachter gekomen dat hier een ik bepaalde. Een machtige ik. Maar het probleem is, ik zal het straks daar, als ik ga zitten, ik zal het vertellen, wat er nu probleem is met de ik. En wat voor ik voor de samenleving ik droom. Maar voordat ik daar ga zitten, want ik heb nog anderhalf, 2 minuten tijd. Ja? Ah, 3 minuten, zei ze. Oké. En ik kom uit uit Perzië, de Arabische wereld, lente. Er is iets anders. In mijn kindertijd had ik de Koran gelezen. En in mijn latere tijd in Nederland heb ik de Koran vertaald in het Nederlands. Er is een mooi zinnetje, een sura eigenlijk van in de Koran. En het staat over de schepping van de mens. Oké? God staat zowel in de Torah als in de Bijbel als in de Koran. God verveelde zich. Het staat in de Koran, oké. En hij zegt, oké, ik ga de wereld scheppen. Maar ik vertel de waarheid, maar op een Kaderiaanse manier. Maar het is precies gebeurd, het staat in de Koran. God verveelde zich. En dan zei ik ga de wereld gewoon scheppen. Hij schepte de zon, de maan, de sterren. Oh, hij vond het niet leuk. Het was niet interessant. De duif, nee. De engelen, nee, niks. Er ontbrak iets. En hij bestelde klei. En ze brachten klei. En hij begon iets te maken. Een mens te maken. Maar hij maakte een mens. De mens lag daar. Maar er ontbrak nog iets. Hij dacht, er ontbreekt nog iets. Maar wat? Opeens wist hij. Hij voegde iets van zichzelf aan die mens toe. En opeens, die kleine mens opende zijn ogen. Kwam overeind, ging staan. God zei, Fatabau, Rekallau, Ahsan al-Khalaqin. Dit is een Arabisch woord, het staat in de Koran. God zei, oh, wat ben ik mooi. God, het staat in de Koran. Wat ben ik mooi. Waarom? Omdat ik dit gemaakt heb. Het duurde bijna 50 jaar lang tot ik erachter kwam wat die sura, half minuut, wat die sura betekende. Wat God had in de mens toegevoegd. Dat wist ik niet. Pas in Nederland ben ik erachter. God had iets van zijn eigen ik in de mens toegevoegd. En wie in contact komt met zijn ik, wordt rijk. En kan bijzondere literatuur maken, die man daar zit. Weet je dat? Ik kan Philips maken, ik kan Heineken maken en ik kan die iPad maken. En nu zal ik straks vertellen
waar ik, wat voor een ik droom voor de Nederlandse samenleving. Ik dank u. Wat voor ik droom van de Nederlandse samenleving heeft u dan? U mag meteen doorgaan. Dit is een deel van... Ja. Oké, zal ik daar gaan staan? Nee. Oké. Maar kijk, nu de Arabische lente... Hoeveel tijd heb ik? Ik ga gewoon door. Nee, u moet naar mij kijken en dan antwoord geven, zodat ik heel duidelijk kan aangeven... Er zitten nog meer interessante mensen in de zaal. Liever niet naar hun kijken. Ja. Jij bent ook mooi, ja, maar toch even ander. Nee, maar wat ziet u nou, wat ziet u als de ik-droom voor de Nederlandse samenleving? Maar eerst naar de Arabische lente. Kijk, de Arabieren hebben voor het eerst in de geschiedenis, in hun geschiedenis, de tijd gekregen om hun eigen ik te produceren. Tot nu toe was het een marionet-ik in Egypte. Een marionet-ik, een ziek-ik in Libië. Maar nu voor het eerst, dit land, hey, in je eigen handen, ga een ik, je eigen ik-samenleving van maken. Maar wat ze gaan van maken, ja, ben ik erg benieuwd van, we kunnen het daarover hebben. Maar Nederlands. Ooit had Nederland een bijzondere ik gemaakt. Tijdens de Gouden Eeuw. En ze gingen de wereld in. Ooit had Nederland een bijzondere ik gemaakt, een bijzondere literatuur. Ooit had Nederland een bijzondere ik gecreëerd. En met die ik hebben ze die enorme dijken gemaakt. En dan Philips. En dan gloeilampen. Maar je schierapparaat. Kader, betekent dat eigenlijk dat er geen... Hollandse of een Nederlandse lente nodig is? Omdat er al een ik-samenleving is? Nee, ik ben bezig. Oh ja, maar... Om het te vertellen, als ik nog 1 minuut tijd heb. En dan Philips. Hebben die gloeilampen gemaakt. En dan die schierapparaat. Eerst voor mannen. En dan voor vrouwen. Heel de wereld. En dan Heineken. Met dezelfde ik. Heineken. Ze hebben van niets een magische drank gemaakt die... Heel de wereld hebben ze vrolijk gemaakt. Maar de ik nu van de Nederlandse samenleving... Ja. Zit in probleem. Een crisis. Ja. In de ik van de Nederlandse samenleving. Er is een soort zacht apartheid. Geen apartheid. Er is een splitsing, een brok tussen de ik, ikken van de Nederlandse samenleving. De Nederlandse samenleving is sinds de komst van Kader Abdullah veranderd. Wat heb je teweeg gebracht? Veranderd. En er zijn de oorspronkelijke Nederlanders, er zijn de immigranten-ikken. De immigranten-ikken weten nog niet waar ze zijn. De Marokkanen hangen tussen Marokko en Nederland. De Turken hangen tussen Turkije en Nederland. En de Nederlanders weten niet waar ze moeten plaatsen. En dan Geert Wilders gaat voor ons bepalen. Geert Wilders gaat een ik voor de samenleving vorm geven. Hij is te klein om dat te kunnen maken. En de immigranten zijn te klein om die ik, hun eigen ikken, kunnen in deze samenleving forceren. Nederland is aan het maken een nieuwe ik. Een sterke ik. Ik droom over één Nederland. Één ik. En ik zie ook met bewondering dat Nederland die ik aan het maken is. Okay. Ik neem de tijd van anderen niet, ja. Ik zal het later uitleggen. Okay, heel goed. Je mag mijn tijd. Nee, Tommy. Ja. Is dat ook wat jij voelt? Nasmia? Oh, je kijkt naar mij. Ja, ik kijk naar jou. Dat er een nieuwe, sterke ik aan het ontstaan is, na een soort fragmentatie van ikken? Nee, ik denk dat we de bodem nog niet hebben geraakt. En ik ben heel benieuwd, ik geloof in, maar goed, daar gaat mijn
speech ook over. ik denk dat wij namelijk met z'n allen ons lot bepalen. En ik ben benieuwd waar we naartoe gaan, wat we hebben besloten eigenlijk. Of we helemaal eerst moeten vernietigen of niet. Ja. Nou, dan lijkt mij het nu het perfecte moment om het woord te nemen. Dank je. Ik ben heel benieuwd. Nu het woord voor Nazmi Oran een applaus slaat. Dank jullie wel, erg gul. Ik heb nog helemaal niks gedaan en ik krijg applaus. Ik kom uit Hengelo. Ik ben als, naast Almelo, hè, waar ook nooit wat gebeurt. Ik zie mijzelf als de eerste generatie van een nieuwe soort. Ik ben door mijn ouders heen uit het Verre Oosten hier naartoe gebracht, huizend in hun tweeën nog, op de hengeloze aarde gezaaid, groot gegroeid in een nieuwe soort. En ik voel mij gemuteerd. En dat bedoel ik niet slecht. Ik zie alles ook in een grotere beweging. Ik droom niet, ik word bezocht door visioenen. Ik voel mij verbonden met duizenden levens voor mij en duizenden levens na mij. Het kwaad, verval, dood, seks, begeerte, haat, angst, het verlangen naar liefde. Ik voel mij onderdeel van een soort pulserende onderstroom waarmee wij onze eigen geschiedenis schrijven en ons eigen lot bepalen. Het is een eeuwig terugkerend spel van afsterven en opnieuw geboren worden. En vaak met, eigenlijk geen millimeter vooruitgang. Maar goed. De lente. Er moet plaatsgemaakt worden voor het nieuwe. En dus moet het oude afsterven. De aarde die moet ontdaan worden van alle vorige kiemen. En aan de vooravond van de lente dragen wij allemaal ons steentje bij aan die vernietiging. Het is geen doelloos moorden van onze menselijkheid waar we nu in zitten, vind ik. Ik ben heel blij dat ik dit nu meemaak. Ik vind het ook een hele fijne gedachte om niet te denken dat het mij wordt aangedaan. Maar ik denk dat de schepper, moeder aarde, waar wij een soort menopauze mevrouw van hebben gemaakt, met een beetje wijs en zacht en toch kan ze nieuw leven voortbrengen. Nee, ik denk dat moeder aarde is geboren met ons. Als wij niet zouden zijn, zou zij ook niet zijn. Ze staat in dienst van ons. En een schoot wat nieuw leven moet voortbrengen, die is het ontvankelijkst als het helemaal doorbloed is. Helemaal tot een hoogtepunt is gekomen en zich heeft kunnen ontladen. Zo kan je nieuw leven scheppen. Zo staat een schoot het openst. En dat is wat wij nu doen. Wij kunnen nu niet zacht zijn. Dat is ons taak nu in deze grote beweging die we met z'n allen maken. Wij zijn hard. Dit is van mij en jij hoort niet bij mij. Abortussen omdat er hazenlippen zijn van kinderen die licht en donker kunnen onderscheiden. Verzin maar. Zoals ik al zei, ik kom uit Hengelo. En ik heb heel erg lang getracht om geen slachtoffer te worden of wat dan ook. En onlangs moest ik echt toegeven dat als ik in Hengelo sta, zoals laatst omdat ik een staatslot wilde kopen, hè, een vol lot, een paar nog erbij van mijn familieleden. En zij liepen de tabakzaak binnen. En ik zweer u, iedereen achter de toonbank droogde op. Had geen gulheid meer in zich. Kon het niet over de lippen brengen om te zeggen, en een fijne avond, en alvast een fijn nieuwjaar. Nee, men werd onrustig en een beetje zuinigjes. Maar zoals gezegd, het hoort allemaal bij die beweging. Bij het stimuleren van
van het nieuwe leven, het laten afsterven van het oude. Ik denk dus niet dat het hoogtepunt al genaderd is. Ik vraag me echt af of wij helemaal ervoor gaan om alles kapot te maken. Of dat we denken, nou, dit kennen we nu wel van zo'n jaar of 80 geleden. Weet je wat, we stoppen hier nu wel. Ik denk dat als alles weg is, hè, wat omhoog was, gaat weer naar beneden. Het is wet. Dus mensen zullen weer dichter bij elkaar komen. Er zullen meer, mensen zullen zich vermengen. Rassen zullen zich meer vermengen. Ik weet het niet, misschien is het utopie. Maar wet is wat nu uit elkaar is, zal bij elkaar komen. Maar ik denk dat onze prijs waar we naartoe gaan, waarom we in deze pulsering zitten, die onderstroom die we met z'n allen maken. Het gaat niet om loutering. Het gaat niet om een nieuwe orde of wat dan ook. Onze pulserende onderstroom die is niet bezig met zoiets banaals als ethiek, goed en kwaad. Of moralisme. Dat is echt een systeem wat mensen hebben bedacht die de grote orde der dingen niet snappen, wat mij betreft. Een mens is een simpel wezen. Valt heel goed uit te leggen, hè? Dr. Schwab met zijn brein, het brein, wij zijn het brein boek, hè? Bestseller. Het is gewoon simpel. Mens, is gewoon, dit is een mens. Het is gewoon beschreven. Als ik bijna omga van de honger, en jij ook, staat een stuk brood voor ons, pak dat brood en ik stop het in mijn eigen mond. Logisch. Niks kwaads aan, niks goeds aan. Het is gewoon biologie, kan je uitleggen. Maar er is een les wat wij dus telkens proberen te leren. De grote prijs, denk ik toch. En dat is dat wij het vermogen hebben om boven onszelf uit te stijgen. Een mens is niet alleen maar dit, de biologie, alles staat al vast en klaar. Een mens is ook dit. Ik heb het vermogen, als ik omga van de honger, en jij ook, en er staat een stukje brood tussen ons in, ik kan ervoor kiezen om het toch aan jou te geven. En waar het om gaat, is dat wij moeten leren dat het mijn afsterven en haar dat brood laten gunnen net zo belangrijk is voor onze voortgang dan mijn eigen overleving. Dankjewel. Je zette mij op het verkeerde been. Oh ja, joh. Ja. Je zette mij op het verkeerde been. Want je begon heel sterk met de aarde, een mens, pulserend organisme, wat eigenlijk geen eigen moraal kent. Of als ze dat kent, dan is dat schijn. Terwijl als ik, wat je op het eind zei, en als ik je columns in de Volkskrant moet typeren, dan zie ik jou heel sterk als een van de zachte krachten in Nederland. Of heb ik het mis? Zacht wordt denk ik vaak gezien als week. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar dit vind ik heel zacht. Ik geloof namelijk, ja, ik ben moslim opgevoed, maar een van mijn lievelingszinnen uit de Bijbel die ik echt tot in mijn diepst snap, is: vergeef hen, Heer, zij weten niet wat ze doen. En dat geloof ik echt. Er is natuurlijk, je hebt als mens je eigen verantwoordelijkheid en je kan kiezen. Maar ik kan niet zeggen, het Nederland van nu overkomt mij niet alleen maar. Ik ben een onderdeel ervan. Mm-hmm. En in deze eeuw ben ik de onderste steen. En de volgende eeuw ben ik de dader of de slachtoffer. Het maakt niet uit. Dat is wat ik daarmee bedoel. En dat vind ik heel zacht. Als ik denk aan die Arabische lente, dan denk ik aan die jonge demonstranten op het Tahrirplein. Dat was toch het beeld dat volgens mij de meeste van ons op netvlies gegrift staat. En dan denk ik aan wat ze zongen. En een van de liederen, een van de slogans die ze zongen was: onze dromen zijn onze wapens. Hmm. Prachtig. Hmm. Wat denk je dat wij op dit moment hier in Nederland zouden zingen? Als we echt zouden laten spreken wat in ons zit.
Geen idee, want ik ben namelijk heel erg benieuwd naar wat er in de harten, wat voor dialogen daar zijn, of monologen. Kijk, ik bevind me nu in een positie van, voor het eerst in mijn leven ben ik aan de verkeerde kant of zo. Hè? Ik kan heel makkelijk buiten de groep gezet worden. Dat ervaar ik nu al. Hè? Dat had ik nooit gedacht. En dus ik vind het logisch ergens dat ik denk, oh, dit mag niet. Dit is echt, wauw, dit is echt heftig voor onze menselijkheid. En ik vraag me af of ik diezelfde wakkerte, noem ik het dan maar, zou hebben als ik in een luxe positie zou zitten, dat ik niet bedreigd word eigenlijk. Dat ik oké ben, dat ik tot de sterkere groep behoor. Dus ik weet niet wat men zou zingen, want het lijkt erop dat door economische redenen mensen niet meer op wilden stemmen. In plaats van, dus ik voel me een soort, dat we een groep mensen in de uitverkoop doen. Dus ik weet niet wat we zouden gaan zingen. Ik zou zeggen, menselijkheid, menselijkheid, gewoon. Ik weet het niet. Ik word er stil van in mijn hart. En toch denk je dat we nog verder naar beneden gaan? Weet ik niet. Ik weet niet wat we hebben besloten. Dat meen ik echt. Ik weet niet of we nog dieper, misschien ja, wel. Dat dieper kan zeker. Ik bedoel, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Ja, precies. Helaas. Dus, en soms vind ik dat ik zit te zoeken naar, dan denk ik, oh nee, maar toen konden de Joden nergens heen. Ja, sorry om dan maar die voor de hand liggende vergelijking te maken, maar ik baal daar ook van. Vind ik echt heel erg dat die vergelijking niet gemaakt mag worden. Omdat ik denk, what the fuck, dat is een onderdeel van het niet mogen benoemen. Zeg me gewoon in mijn gezicht wat er aan de hand is, vind ik prima. En ik bedoel daar niet mee dat ik wil ontkennen dat er problemen zijn of wat dan ook, maar daar gaat het niet om. Hè? Het gaat om het uitsluiten van mensen. Maar heb je het gevoel dat wat typerend was aan wat er op dat moment in januari, februari, maart gebeurt? Natuurlijk is de situatie nu totaal anders in Cairo, in Damascus, et cetera. Maar dat er was zo'n gevoel van optimisme, hoop. Het lijkt wel alsof we hier in Nederland, anno 2012, terwijl we ontzettend veel redenen hebben voor optimisme en hoop, alsof er alleen maar een soort smok van ontevredenheid heerst. Ja. Dat is toch gek eigenlijk? Waarom ben jij niet optimistisch ook? Ik ben hartstikke optimistisch. Ja, nee, ergens diep van binnen gekneusd, moet ik zeggen ook. Maar dat begon eigenlijk vanaf 2001 en die kneuzing ging steeds dieper met Fortuin, maar bereikte zijn dieptepunt met Theo van Gogh. Dat was een echte knap. Mag ik iets toevoegen? Ja. Als Nasmia is afgepraat. Nee, ja, dat mag. Doe maar. Ja, oké. Okay. Ga daar. Maar kijk, het is zo, jullie praten zo negatief over de Nederlandse samenleving. Maar dat is niet waar. Het is helemaal niet waar wat jullie. We hebben een van de sterkste, vitaalste immigrantensamenlevingen in Europa. We hebben problemen in dit land, betreft immigratie, maar er is geen crisis. Wat bedoel je met vernietigen, bodem aanraken, kapot gaan? Dat past niet. Kijk, ik heb mijn boeken zijn in vele talen vertaald en ik heb contact. Ik ga overal. Ik zie overal. Ik zie overal immigranten. Ik zie overal in Zweden, Noorwegen, weet ik veel, Canada. Overal is het een echte apartheid. Zelfs in Zweden en Noorwegen en Denemarken. Immigranten zijn daar en de rest is daar. Ze werken, ze hebben het goed. Maar vrienden van mij hebben geen Zweedse vrienden, geen Noorse vrienden, geen Denemarken, Denemarkse, of Denen, geen Denen als vrienden. Maar in Nederland, elke immigrant heeft contact met veel oorspronkelijke Nederlanders van dit land. En alleen in de kranten, in de Volkskrant zit die vrouw. Oh. 15 jaar zat in de krant. Overal zijn immigranten in de kranten, in de media, in politiek, in waar dan ook. Zoveel optimisme, zoveel mooie dingen.
Nederland is bezig om die sterke ik te maken. De Nederlandse immigranten is de meest mondige immigranten van heel Europa. Dat is wel duidelijk, kader. En jij bent een goed voorbeeld. En daarom wil ik je nu even danken, want ik wil heel graag toch ook Tommy Wieringa aan het woord laten. Tommy, wil je alsjeblieft de vloer nemen, om het op zijn Engels te zeggen, en jouw droom aangeven? Misschien kom je ergens anders uit. Ik wil eigenlijk in de zaal zitten en de hele avond naar Kader Abdollah luisteren. Maar ja, dat kan ik u niet aandoen. Dat is het verkeerde. Ik geloof in jou. Ja, ik heb nog iets vanavond. Ik vond het heel moeilijk dit. Als je een half jaar van tevoren zegt tegen zoiets, een Hollandse lente, dat klinkt fijn, dat klinkt aangenaam, daar wil je wel iets over maken, maar dan een half jaar later, dan moet je er ook iets over gaan maken en dan is het toch problematisch. Dus ik heb een heel ingewikkeld iets gemaakt. Mijn vrouw, die zei, het is al moeilijk, vooral de eerste helft. Dus je begint bij de tweede helft. Maar daarna begint het. Dus dat moeten we maar even met z'n allen doorstaan. Het heet Bijna een paradijs en dat is een titel van John Cheever. Bijna een paradijs van een prachtig boek. Ik zal dit ook, heb ik gezien bij Kader dat je even je jasje dicht doet. Kader is een voorbeeld in veel dingen. Op 29 april 1969, op zijn 70ste verjaardag, kreeg Duke Ellington de Presidential Medal of Freedom uit handen van president Nixon. Zijn dankwoord is van belang. Hier komt het. Ik heb het zelf vertaald trouwens. Dat is heel moeilijk. Hoe vertaal je een zwarte swingende man naar door Hollands? Maar zo gaat het. En natuurlijk spreken we over vrijheid van meningsuiting en hebben we het over vrijheid in het algemeen als iets heel lekkers en smeuïgs enzovoort. Maar waar het op neerkomt, waar ik het eigenlijk over wil hebben, dat zijn de vier grote vrijheden waar mijn vriend en schrijver-arrangeur Billy Strayhorn naar leefde. Dat is de vrijheid om haat uit te bannen, onvoorwaardelijk. De vrijheid om geen zelfmedelijden te hebben. De vrijheid van de angst om iets te doen dat de ander beter zou kunnen uitkomen dan jezelf. En de vrijheid van het soort hoogmoed die een man kan doen denken dat hij beter is dan zijn broeder. In het Witte Huis, Duke Ellington. Er is geen naargeestiger schouwspel dan de westerse mens die meent dat hij tekort komt. De zelfmedelijdende, narcistisch gekwelde westerling die we kennen van het straatinterview op de televisie. En heel soms uit de buurten waar hij woont als we vergeten zijn nieuwe kaarten voor onze TomTom te downloaden en we in de verkeerde wijk zijn beland. We kijken naar het levensprogramma van De Klacht. De spectaculaire verhoging van de levensstandaard heeft behoeftige zielenpoten geschapen. De vorige eeuw leert ons dat de mens niet is gemaakt voor vrede, vrijheid, overvloed. Deze dingen zijn een comfortabele misvorming in de menselijke tijdlijn. De geschiedenis van de Homo sapiens is er een van schaarste. De westerse mens leeft langer dan ooit, heeft zijn bezit verveelvoudigd. Maar alles wat we kunnen zeggen is dat vrijheid en materieel bezit hem niet gelukkiger maakten. Eerder hebben ze zijn fundamentele ongeluk vergroot. Vergeleken met zijn voorouders, het lompe proletariaat in een plaggenhut, mijn voorouders, of een schimmelige kelder, leeft hij in weelde. Maar zijn kansen, de vrucht van intelligentie, ijver en wilskracht, zijn niet wezenlijk vergroot. Zijn verlangens zijn niet in overeenstemming met zijn mogelijkheden. En zijn bitterheid bestaat eruit dat dit wel de belofte is die de maatschappij hem deed. Hij blijft, werktuigbouwkundig gesproken, zuinig afgesteld. Geschikt voor de beveiliging of de kassa, niet voor de directeurstoel. Natuurlijk heeft hij in materieel opzicht geprofiteerd van de revoluties van de 19e en 20e eeuw. De grote revoluties om de herverdeling van het bezit.
Hij bevindt zich nu aan het begin van de 21ste eeuw in een revolutie die slechts draait om het behoud van dat bezit. Een conservatieve revolutie, voorgegaan door flamboyante gifmengers, extravagante homoseksuelen en geperoxideerde kwasten die de klacht van de onderklasse hebben omgevormd tot politieke macht. Dat is hun verdienste, dat ze de eeuwig smeulende ontevredenheid van de ontevredenen hebben weten te kapitaliseren. De strijd om het behoud van bezit en verworvenheden richt zich tegen de exotische gebedshuizen in de straat, schotelantennes op Ankara en Rabat en straatcriminelen uit de Rif en tegen de zogenaamde linkse elite die dat naar zijn vaste overtuiging heeft bewerkstelligd. Toen ik een man uit deze stad eens vroeg waarom hij op Wilders stemde, het was in een e-mailconversatie, schreef hij me terug dat hij, citaat, walgde van de zogenaamde multiculturele elite, mensen die zelf in zeer rijke en vooral zeer blanke wijken wonen en de autochtone arbeiders verwijten niet open te staan voor anderen. Frappant vind ik, schreef hij, dat een groot deel van die multiculties vaak afstammen van families die in het verleden zowel in Nederland als in de toenmalige wingewesten de arbeiders hebben uitgebuit. Einde citaat. Walging is het sleutelwoord tot de ziel van de ontevredenen. Geert Wilders houdt van het woord walging. Hij vindt iets walgelijk, hij walgt ergens van, hij is vervuld van walging. Er is veel walging in de man. Het klotst over de rand, het gutst alle kanten op. Er is walging in een vloed, ze stijgt ons tot aan de lippen. En de brief van de man die op hem stemde was een interessante mengvorm van Wilders sociolect en Stalinistisch repertoire. De linkse multiculturele elite is de kulak van nu. Het was de taal van de klassenstrijd van het op twee na rijkste land ter wereld, de klassenstrijd van bijna een paradijs. In het stemhokje kwamen zijn walging, zijn zelfmedelijden, zijn eigen belang en zijn hoogmoed tot ontbranding. Ik heb, omdat het hier moest gaan over de fantasie van een leven na de revolutie, voor de gelegenheid mijn vertrouwen gesteld in de financiële crisis. Die is niet alleen maar slecht. De financiële crisis verdeelt haar lijden gelijk onder de mensen. Ze brengt ons de zegen van schaarste. Ze is een masochistisch genoegen. Ze brengt een bijna vergeten realiteitszin met zich mee. De materiële verliezen worden gecompenseerd door geestelijke waarden als herwonnen bescheidenheid en gemeenschapszin. We zullen weer hard werken en spaarzaam zijn. We zullen niet klagen en niet cynisch zijn. Dit zijn maar een paar van haar gunstige bijgevolgen. De strijd van alle tegen alle richt zich nu op degene die de crisis veroorzaakte. De bankiers, de gokkers van het internationale geldwezen. Zij zijn nu onze gemeenschappelijke vijand. Zij zullen ons verenigen. De financiële crisis heeft alles in zich om onze Arabische lente te zijn. We zullen arm en ongelukkig zijn en met weemoed terugdenken aan de tijd dat we rijk en ongelukkig waren. Ja, van tevoren zei Tommy Wieringa dat hij het liefst dan niet meedeed aan het groepsgesprek, omdat hij zich dan moest verantwoorden, bij wijze van spreken, voor wat hij al had laten weten aan het publiek. Maar ik heb toch wel een vraag. Oh ja. Ja, het is heel erg, het spijt me, maar ik vroeg me eigenlijk af, zeker naar aanleiding van je verhaal, of, en dat klinkt misschien heel gek, maar of eigenlijk de duidelijkste protagonist van een Hollandse lente niet juist Geert Wilders is. En dan zouden we onze definitie van een Hollandse lente wellicht moeten bijstellen. Maar als je daarnaar kijkt, als je ziet wat die beweging heeft veroorzaakt. Als je ziet hoeveel aanhang die weet voor elkaar te krijgen. Is hij dan niet juist samen met zijn achterban niet meer dan welke andere organisatie, beweging in Nederland ook, een soort van, ja, het klinkt heel erg,
een soort van Hollandse Yes We Can? Nou ja, het is wel de lente van een zweer, de lente van een absces, de lente van een uitgebleven lente. Maar dat kan ook een lente zijn. Ik snap dat wel, want dat... Misschien bedoel je daarmee dat het alles aan de oppervlakte heeft gebracht. Mm-hmm. Dat alles nu zichtbaar is. Dat Precies. We weten waar we het over hebben. Precies. Als we naar Cor Bosman kijken, die verstrikt raakt in zijn metaforiek van een stuk uitgekotst halal vlees van Turks varken. Dat kan helemaal niet, Cor Bosman. Maar het is schitterend. Ja. Maar daar zien we de tot proletariaat vervallen bourgeoisie. Met zijn haatproza. En dat is natuurlijk schitterend om te zien van een afstandje. Vooral waar ik woon, want ik heb er niets mee te maken. Mm-hmm. Ik kijk echt met bewondering en verbazing naar wat jij lente noemt. Mm-hmm. Maar ik heb bij lente heb ik toch een ander beeld. Ik bedoel, je verwart de taal door dat lente te noemen. Je maakt van de taal maak je een onontwarbaar kluwen. Mm-hmm. En je weet dat mensen die de taal verwarren, die moeten naar de buitenste ring der duisternis verdreven worden. En wat gebeurt daar dan met mij? Geween en knersing der tanden. Maar is het niet juist de taak, zou je denken, om verwarring van taal? Dat is toch juist de essentie in zekere zin van dit festival, wellicht? Voor een cabaretier, niet voor okay. een schrijver. Nou, dan neem ik die rol graag op mee. En politici ook. Ja. Ja, dat zijn vaak vergelijkbare grootheden, inderdaad. En ik ben er zelf in geweest, dus ik weet waar ik het over heb. Ik wil naar één essentie terug. En dat is toch dat optimisme en die hoop. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel sterk dat gevoel, wat jij net beschreef, wat jij ook beschrijft, ik herken dat heel sterk. Want dat gevoel van, alsof je de hele dag in een soort smok inderdaad van ontevredenheid rondloopt. En dat ene mondkapje, dat helpt toch echt niet. Maar de vraag is, wat we daar zelf aan, in hoeverre we toch een optimistische kern in onszelf kunnen aanboren. En het is de ontmoeting, één op één. Precies hetzelfde zeggen. Oh, mooi. Alles lost op het moment dat je elkaar echt... Daarom vond ik het mooi wat Kader Abdollah net zei over wie je staat aan de andere kant. Ik. Hmm. Ik ben er omdat jij er bent. Hè? Er is geen ander. En ik heb zelf voor een stuk... heb ik me laten adopteren door Ricky. Dat is mijn adoptiemoeder nu. Ze woont in Groningen en ze stemt op de PVV. En het is heel bijzonder als je... ik was haar kind, ik at van haar hand. Ik sliep in haar bed. Zij sliep naast mij, een dunne muur. En ik zag foto's van haar kleinkind en haar dochter... die ze niet meer ziet omdat ze in Italië wonen. Ik zag hoe zij insliep met een leesboek, omdat zij alleen is, hè, anders niet kan inslapen. Ik zag hoe ze zo graag wilde geven en ik zag iemand die ik echt lief heb en die verandering niet zo goed aan kan en iets van controle wil, maar absoluut geen... haat of hekel of wat dan ook. Eén op één lost alles op. Mooi. Dat is een prachtig slotwoord voor dit gesprek. Kader wil nog iets zeggen. Nee. Dat wil hij vast. Maar deze naar de duisterste krochten van de onderwereld verbanden presentator gaat dat niet toelaten. Is je gesprek onvoltooid? Ja, het is altijd onvoltooid, laten we wel wezen. Dit is een gesprek wat eigenlijk 3 uur zou moeten duren. Ja, maar je bent al heel strikt nu, want het is precies 10:30. Ik krijg echt een soort van kill-signalen van die kant af. Ik vind dat iets tuurlijk maakt. Dus ja, nee, wil je echt graag nog iets zeggen? Oh nee, ik dacht dat jij het bedacht. Volgens mij, ik weet niet of dat nou echt een eigen verlangen was. Maar kijk, optimistisch, ik geloof in Nederland. Ik geloof in deze samenleving. Over 50 jaar, over 70 jaar zijn al die gesprekken, al die gezuur is voorbij. En we hebben een poldermodel islam.
in dit land. En we hebben een bijzonder, want nu zijn ze bezig. Onze kinderen op scholen groeien samen. Er is geen scheiding tussen de moslim, joden en de oorspronkelijke Nederlanders. En over 80 jaar hebben wij, dit is mijn dream. Er komt een dag waarop, over 80 jaar, er is een, laten we zeggen, een Turks, ja, een Persisch Nederlandse minister-president in Nederland. En hij heet? Over 80 jaar, 90 jaar. Ja, wie weet. En hij heet Abdullah toevallig van zijn achternaam? Misschien een van mijn kleinkinderen, ja. Dat weet ik niet. Wie weet. Of een Turkse, of een Marokkaanse, liever een Arabier. En dat zou bijzonder zijn. Die worden dan niet meer zo genoemd, denk ik. Ja. Ik hoop op dat punt dat het er niet meer toe doet. Of die van Marokkaanse, of Turkse of Iraanse afkomst is. Dat die vooral, in eerste instantie, Nederlander is. Dat hoop ik eerlijk gezegd, van harte. Ja. Dames en heren, een heerlijk gesprek. En prachtige speeches van de drie schrijvers. En ik hoorde laatst om met Tommy Wieringa te spreken, cabaretier, ja, het zijn een verwerpelijke soort blijkbaar, maar ik kwam cabaretier Johan Frits en zeggen dat wij als Nederlanders dijken hebben gebouwd om het water tegen te houden. En soms lukt dat, en niet altijd. Maar vooral om, om er niet overheen te kijken. En ik vond het mooi gezegd. Ik denk dat dat ook de crux is. We hebben die dijken niet gebouwd om er niet overheen te kijken. Laten we er overheen blijven kijken. Laten we daarin ook niet ten onder gaan. Want het is onzin. In een soort van moedeloosheid. In een soort van gevoel van frustratie. Is nergens voor nodig. Laten we dromen en doen. En daarin inspiratie nemen aan Cairo en Damascus. En zometeen kunt u luisteren naar een prachtig gesprek tussen Bas Heijnen. Schrijver, columnist en een van mijn favoriete denkers, alhoewel je hem geenszins een optimist kunt noemen, John Gray. Dank u voor uw aandacht. APPLAUS